Healthy Shy. Goedemorgen. Het is al helemaal roze feest hier achter mij. Maar het is 5 uur en ik ben echt klaarwakker. Ik dacht op een gegeven moment, ik ga er maar uit. Eventjes wat achter de computer doen. En dan ben ik in ieder geval wakker wanneer Jola ook wakker wordt straks. Het is gewoon grappig, hè. Jola is nu 8 en precies 8 jaar geleden braken nu mijn vliezen. En ben ik ook gewoon nog even gaan slapen. Maar nu, hij is ook de hele tijd heel druk. De hele tijd aan het trappelen. Dus het is echt super moeilijk om weer in slaap te vallen. En dan ga ik denken aan wat ik allemaal nog moet doen. En denk ik gewoon van, doe ik het nu maar. Kan ik vanmiddag gewoon nog even uitrusten. Watercadeau. Lieve Jola, daar ben je dan, op de 8. De leeftijd die je altijd zo graag wilde. Liefste van mijn en al ons leven. Gefeliciteerd mama en Bart. Wow, wist je dat je nodig had? Ja. Nou, liefje. Ga maar lekker de rest uitpakken. Bounty, putty. Stuit het. Woobay, putty. Huh, dit is een wc, kijk. Pak jij een mandje en dan pak ik een mandje. Ja. Allebei een mandje. Deze hele. Mag ik die? Ja. Top. Voor mijn gevoel blijft het zo lang koud deze winter. Ik ben er klaar mee. Jullie ook? Hebben jullie dat nou ook? Dat je gewoon eigenlijk vanaf eind januari echt heel graag wil dat de zon weer terugkomt? Oh, ik ben er zo klaar mee. Vooral dat vriezen in de ochtend en dat krabben. Zo, dat moest ik even kwijt. Taarten in de koelkast, die heb ik dit keer gewoon heel slecht, maar gewoon bij de Albert Heijn gehaald. Vorig jaar had ik namelijk een taart voor Jola gemaakt en dat was een beetje een fiasco. Want zij houdt heel erg van aardbeientaart en ik dacht ik ga zo'n aardbeienfly maken. En die was niet genoeg opgestijfd toen alle kindjes binnenkwamen. Dus had echt zo'n ingezakte fly. Dus ik heb nu een chocoladetaart en een aardbeientaart gekocht. Dus nou, helemaal leuk. Ik ben ook nog heel even snel naar Hema en naar de H&M geweest. Ik wilde namelijk nog heel graag echt zo'n chill broek. En deze is zo zacht. Ik denk dat ik hier echt de periode vlak voor de bevalling en na de bevalling vooral ook in gaan leven. Hij is echt, nou, je zou moeten voelen. Hij is echt super zacht. En nog een paar simpele basics. Dit had ik laatst al laten zien. Zo'n kort topje. Die vind ik ook super leuk. Een gewone basic. Nog een kort topje. En een nieuw telefoonhoesje. Ik heb nu die, heel veel mensen vragen trouwens op Disney, waar heb je die vandaan? Die had ik een keertje voor de gein gekocht bij de Xenox. Oh, deze heb ik trouwens ook gekocht voor in de vluchttas. Want ik wil
een oplader in de vluchttas hebben zitten. En die ik er gisteren in had gedaan, die had ik er alweer uitgehaald, want die had ik alweer nodig. En deze weet Bart niks van af. Dus dan weet hij niet dat het daarin in zit. Als hij dat weet, gaat hij hem namelijk pakken. En ik heb mijn paspoort opgehaald bij het gemeentehuis. Dus allemaal geregeld. Dit hoesje bedoel ik dus. Superleuk van de Xenos. Was maar 3 euro. Maar heel lastig met in je jaszak doen. Dat blijft altijd haken. Weet je wel, dat is zo stroef. Ik kan niet horen. Wat een leuke ding. Oeh, wat mooi is dat. Hoera, dat kun je wel zien. Dat is jij. Nederlands. En als je denkt dat als deze zit, denk dan ook niet. Ik heb... Okay. Die zou je met deze kunnen inkleuren. Hey. Zo, de helft van de meiden zat bij mij. Ze zijn al uitgestapt. En de andere helft bij Bart. En we staan tegelijk. Dus het wordt heel spannend tussen ons. Laat onze score er ook op. Ja, tuurlijk. Zo, we zijn weer thuis. Lekker. Wat is dat weer voorbij gevlogen. Maar Jola die heeft hele leuke cadeautjes gekregen. Waaronder een mondvol spel. Ze gaat even laten zien. Ja, wij moeten de zin raden die Jola zegt. Wow, jeetje. Dat kan toch nooit goed zijn. Kijk. Oh mijn god. Tussen lachen en zelf zegt de tot zijn mening ja. Wat? Wat zei hij? Tot zijn mening ja. Tussen lachen en stel zegt de tot zijn mening ja. Huh? Wat? Hey Dex. Maar die denkt, ah, laat ze dansen. Hij wil kusjes. Ah. Dit is Jola, de squishy verzameling. In één keer gekregen. Op AliExpress besteld, hè. We zullen de link even hieronder in de beschrijving zetten. Kunnen jullie ze ook zien welke dit zijn. Ik ben echt... Ik heb een beetje krampen vandaag. Een beetje weeig gevoel. Dus misschien heb ik wel een beetje... Of indalings... krampjes. Of ik weet niet, maar... In ieder geval, ik voel dat, dat ik echt even rust moet nemen. Dus dat ga ik dan ook maar doen. Better than all the rest. Woehoe. Wij hebben besloten dat we allemaal lekker vroeg naar bed gaan. Dus ik vraag jullie voor de vlog van vandaag, geef een dikke duim omhoog en abonneer hier beneden. En tot morgen in een nieuwe vlog. Bye bye. Wacht, wacht, wacht. En het abonneren is gratis. Het is gratis, ja. Jola heeft helemaal gelijk. Doei. Rock that joint.